Er zijn wat nieuwe wetten ingevoerd wat betreft de coffeeshops. Wat houdt dat precies in? Nou, sinds 1 januari hebben we te maken met het zogenaamde I-criterium. En dat is een landelijke wet inderdaad, die is ingevoerd. En dat betekent eigenlijk dat mensen die naar de coffeeshop gaan en daar hun blootje willen halen, dat ze een uittreksel vanuit het GBA moeten laten zien. Kunnen dus mensen die naar een coffeeshop gaan gewoon dat uittreksel uit het GBA hier halen, bij het stadskantoor inderdaad. Dat wordt voor de rest niet geregistreerd of mensen hoeven niet te zeggen waarvoor ze dat uittreksel gebruiken. Dus de privacy wordt gewaarborgd wat dat aan gaat. Alleen mensen moeten dat laten zien voordat ze hun wietje kunnen halen. We zijn wel bezig om samen met de coffeeshops en ook samen met de politie en met het OM om te kijken van hoe kunnen we die landelijke regels nou in lokaal maatwerk verwerken. Mevrouw Verwij. Voorzitter, dank. De vragen die we gesteld hadden als SP gingen over het coffeeshopbeleid in Hilversum. Hier in de microfoon praten, want anders kan niemand u verstaan. De vragen die de SP gesteld had, die gingen over het coffeeshopbeleid in Hilversum. Wij hebben publicaties gelezen in de krant dat door de maatregel die u in januari heeft opgelegd aan de coffeeshops, dat zij in de problemen zijn gekomen. Dat levert veel irritatie op. De maatregel die opgelegd is, het ingezetene criterium, dat is een onderdeel waar de gemeente... Dat is een onderdeel waar de meerderheid van de raad eigenlijk ook liefst over na had willen denken. Bijna alle fracties, met uitzondering van de ChristenUnie en het CDA, waarvoor ik op zich wel respect heb voor het standpunt wat zij innemen. Ik hoop wel dat ze meegaan in het tegengaan van straatdealers. Maar de overige fracties hebben gezegd van ja, deze vragen steunen wij. Wij willen van u weten, waarom heeft u nou besloten om op 1 maart die regel te laten ingaan? U wist op 23 november dat dat zou gebeuren. U heeft ons geschreven. U had alle tijd om nog met ons te overleggen. En dan hadden we kunnen kiezen om gewoon het lokaal maatwerk voor die tijd geregeld te hebben. En nu zijn de coffeeshops ermee geconfronteerd. Dat is de eerste vraag die ik in ieder geval weer herhalen. En ik wil u heel erg bedanken voor de antwoorden die u gisteren heeft rondgestuurd. Dat is op de valreep, dat is lastig vergaderen. Maar ze zijn er wel. En dat is dus heel erg wijs. Daar heeft u geluisterd naar de raad. En hoe mooi kunnen wij ons prijzen met een burgemeester die naar de raad luistert. En is nog één aanvullende vraag. Er zijn verschillende mensen die hebben nu al die €12,50 betaald. Kunnen zij die ook weer terugkrijgen? Voorzitter. Misschien is het handig dat ik eerst mijn vraag er ook even bij aan. Dan kunt u het in één keer behandelen. Ja, gaat u gang. Ook wij hebben de vragen inmiddels doorgestuurd naar de raad, maar voor het publiek is het misschien handig om het nog even aan te geven. Wij constateerden dat de burgemeester lekker bezig was met het handhaven van de regels met betrekking tot de coffeeshops. En het verbaast ons dus ook enigszins dat hij op basis van de vragen van de SP zei van laten we dan toch maar even het beleid opschorten. Dus onze vraag is eigenlijk ook, waarom gaat de burgemeester niet gewoon door met de invoering van dat beleid? Omdat hij dat in samenwerking doet met de coffeeshophouders. En als u daar nou mee doorgaat en u wacht gewoon het overleg met de gemeenteraad af, dan kunt u het altijd nog een beetje aanpassen. Dus wij zien uw handelswijze wel zitten. En ik hoor graag waarom u nu toch heeft gezegd dat u het wilt opschorten. Nou, na zoveel complimenten kan ik nog maar het enige juiste antwoord geven. Ik ben bezig met de coffeeshophouders in nauw overleg om een regeling op maat te maken. Dat kost meer tijd dan ik had voorzien. Vandaar dat we daar toch wat meer, niet alleen weken, maar maanden voor nodig hebben. Die regeling op maat, die komt er. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. We hebben goede contacten met de coffeeshophouders. En ik heb gemeend ik heb de wet niet bedacht. Die regeling, legitimatiecriterium, dat is een gruwelijke regeling. Dat vind ik niet alleen, maar dat vindt heel veel burgemeesters in Nederland. Ik heb gedacht, tot aan het moment dat ik die regeling heb, dat maatwerk heb, handhaaf ik. Nou, dat vindt de ChristenUnie lekker bezig, noemt dat lekker bezig. De SP had daar problemen mee en ik begreep inmiddels dat ook daar de meerderheid van de raad problemen mee heeft. Nou, aangezien ik u als een hoger orgaan acht dan mijzelf, heb ik dus gemeend om op dat punt bij te schakelen en gezegd dat totdat dat akkoord er is met die coffeeshophouders en die regeling op maat er is, schort ik de wetgevende maatregel op. Die ruimte heb ik.
Want in handhaving kan ik zelf bepalen of ik dat wel of niet doe. Daar komt bij dat de omgeving, de directe omgeving, Bussum in de regio, maar ook Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, ook op dit moment de burgemeesters geen handhavende maatregelen hebben op dit moment. Dus ja, dan wordt het heel ingewikkeld om voor een stad als Hilversum als enige in de regio dat wel te doen. Nou, vanuit die argumentatie heb ik gezegd, even een pas op de plaats. Wij hebben goede contacten met de koffieshophouders. Die gedragen zich ook keurig de afgelopen jaren. Daar moeten ze eerder voor beloond worden dan voor gestraft. En in die zin heb ik gezegd, we doen het zoals ik het nu heb besloten in die beantwoording van gisteren. Een aanvullende vraag. Het doet mij plezier om te horen dat in de maand dat u nu mag drinken, dat u in ieder geval een goede contact heeft met de koffieshophouders. Maar ik ben wel een beetje verbaasd door het antwoord van de burgemeester dat u zegt, de meerderheid van de raad, gevoeld hebbende, besloot ik het mij even te schorsen. Ik ben niet gebeld. We hebben volgens mij een meerderheid van de raad beslist hier of heeft in de commissievergadering geven ze advies. En volgens mij op basis van een aantal vragen of een aantal tweets kunt u niet die conclusie trekken wat de meerderheid van de raad vindt. Oké, daar kunt u gelijk in hebben. Maar op een gegeven moment voel je dat er een stemming die richting op gaat. En het leek mij ook wijs, omdat ik helemaal geen zin heb in een conflictueus dossier. Nogmaals, mijn hoofdinzet is een akkoord met de koffieshophouders over de wijze waarop we deze nieuwe wetgeving gaan handhaven de komende jaren. Dat dossier is vlottend, dat is bewegend, want ook de minister heeft tot met enkele weken geleden nog brieven geschreven aan burgemeesters over wel niet. Nou, ik zag allerlei burgemeesters omvallen ook, de burgemeester van Nijmegen, de burgemeester van Utrecht. Dus ik dacht, ja, dat, nou ja, niet haar niet te vergeten. Dus u begrijpt wat ik bedoel met deze metafoor. Dus ik dacht, ja, ik ga ook niet, mag ik het even zeggen, roomser zijn dan de paus. We hebben trouwens een paus, het is een Argentijn. Waarmee gefeliciteerd. Dus in die zin heb ik dat nog eens even geproefd, hoe dat er nou uitziet. En heb ik dat met die beantwoording van die vragen. Maar goed, ik ben in ieder geval verheugd dat wij dus ergens in maart of april met u daarover of van gedachten zeker kunnen wisselen. 27 maart zal ik het ook in de commissie bestuur en samenleving ook op de agenda. Dat lijkt me ook de geëigende plek om deze discussie te hebben. Nou ja, het staat niet op de agenda, zegt de rivier, maar ik kan er wel iets over zeggen.